textiel scheiden is natuurlijk één ding, maar op de regenboog pakken ze het wel heel bijzonder aan. We gaan even kijken. Zo, jongens. Wat fantastisch. Wieske, wat zijn jullie aan het doen hier op het plein? We scheiden al het afval, zodat we meer kans hebben om te winnen. Onwijs goed. En zijn jullie hiermee bezig vanaf Afval de Game? Ja. Supergoed. Hey, en welke soorten afval scheiden jullie allemaal op het plein? Plastic en groente en fruit. Hier gaan alle bananenschillen en appels in. En hier de plastic zakjes en de, van de koekjes wat er omheen zit. Onwijs goed. Nou, daar hebben ze natuurlijk dikke bonuspunten mee verdiend. Hier staat nog iemand die nog wel iets heel bijzonders met textiel heeft gedaan. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een sokpop gemaakt van allerlei stofjes en knoopjes. En dat heb ik ervan gemaakt. Nou, zo zien we weer. Je kan onwijs veel dingen doen nog met textiel. Afval de Game! Regenboogjes brullen, een vlokje papier. Wat is het een bende, een rommeltje hier. Dit is de rommelaar Blokker. Doobidooba! Dit is de rommelaar Blokker. Oh yeah! Dit is de bovenste beste, de opruim rock en roll. Is het een bende, een rommel of troep? Kranten en dozen, papiertjes van snoep. Maak je niet sappen of maak je niet dik? Pak je een beetje met stoffen en blik. De rommelruim rocker, doobidooba. De rommelruim rocker, oh yeah. De bovenste resten, de opruim. En terwijl ze hier nog even doorgaan met de opruim rock en roll, gaan wij door naar de volgende school. Staan oude spullen zo vlak langs de straat.